Ja, welkom op ons akkerbouwbedrijf. Mijn naam is Frank de Schutter. Ik ben op deze boerderij geboren. Mijn opa die is hier gekomen in 1970. Samen met mijn vader hebben ze toen dit bedrijf eigenlijk opgebouwd. En 5 jaar geleden heb ik het overgenomen. En wat we hier voornamelijk doen is, we telen hier poterappelen, suikerbieten, granen. En in samenwerking met een collega nog uien. De totale bedrijfsomvang is 250 hectare. We hebben de spuit gekregen vorig jaar in juli. Ik wilde eigenlijk een spuit hebben die op wide-track kon. 3,25, dat we 4 rijen aardappels onder de machine kunnen hebben. De hoofdzaak is eigenlijk dat we dan gewoon 3% meer oppervlakte erbij krijgen. Nou, wat ik van deze spuit heel mooi vind, er zitten zoveel dingen op. Je kunt op de rij spuiten, je kunt tussen de rij spuiten. En met pulserende doppen kun je met altijd dezelfde druk en dezelfde hoeveelheid water, onafhankelijk van de snelheid, spuiten. Nu het eerste jaar merk ik al dat we door die 3% oppervlakte die we erbij krijgen al 50.000 euro meer omzet hebben. En dat we ook al 15.000 euro middel bespaard hebben. Wij spuiten de aardappelen al heel vroeg, eigenlijk bij vanaf 10% opkomst. En voorheen was het heel zonde, want dan spuit je eigenlijk 90% van de oppervlakte voor niks. En nu met die bandspreking, dan kunnen we op de rij spuiten. Dan bespaar je 60% middel. Nou, het allermooiste van deze machine is dat je een hele fijne druppel, die kun je met airflow op de juiste plek krijgen. Omdat je eigenlijk een soort windscherm maakt met die airflow. De reiniging werkt heel mooi. Eigenlijk met 1 druk op de knop kun je kiezen het hele spuit reinigen of alleen de bomen reinigen. En als we bijvoorbeeld klaar zijn met de aardappel spuiten en we moeten de volgende dag een andere bespuiting doen, dan kun je de volledige machine reinigen. En dat is ook eigenlijk een kwestie van 5 minuten. Nou, ik ben heel blij met deze machine. Gewoon omdat het een combinatie van alles is. Het is bandspreiding, dat je op de rij, tussen de rij, die airflow, de driftreductie, dat je met een fijne dop kunt spuiten, waardoor je gewasbescherming heel effectief wordt, dat je weer kan reduceren in middel. De balancering is heel goed. En de wide track, waardoor we veel meer tilbare oppervlakte krijgen. Het is een hele complexe machine, maar ik kan het mijn zoontje van 4 leren. Dat is heel eenvoudig.